Ik heb niet heel erg hard die overstap gemaakt van VO naar PO, maar eigenlijk combineer ik nu het beste van beide werelden. Zowel het intensieve contact met de kinderen, de algemene ontwikkeling die je veel meer ziet, maar ook het vakspecialisme van het VO. Dus ik geef ook nog gewoon mijn lessen Frans. Na mijn leraaropleiding Frans heb ik gewoon eerst heel lang gewerkt als docent Frans in het VO. Maar binnen het bestuur waar ik werkte werd toen gestart met onderwijsroute 10-14. Vond ik gelijk heel interessant, want het zat al langer in mijn achterhoofd om misschien iets te gaan doen binnen het PO. Onderwijsroute 10-14 is dus echt een mix tussen PO en VO. Het zijn kinderen tussen de 10 en de 14 jaar, dus groep 7, 8, klas 1, 2. Wij werken met stamgroepen waarbij alle leeftijden gemixt zijn, maar ook wel met instructiegroepen en dan is het dus per leeftijd. En het idee is eigenlijk dat het echt een mix is dus tussen de manier van werken op PO, maar wel ook de vakspecialisten van het VO. Wat ik heel leuk vind is dat ik veel meer hier de algemene ontwikkeling zie. Dus toen ik alleen VO-docent was, ja, dan zie je je klas 3 uur in de week. En nu zie ik de kinderen eigenlijk de hele dag. Dus zie ik ook veel meer van ze. En dat zowel op persoonlijk vlak, dus ik ken ze gewoon ook veel beter. Maar ook dat ik zie waar ze moeite mee hebben of waar ze goed in zijn, ook voor alle andere vakken. Waardoor ik ze ook veel beter kan begeleiden. De leerlingen in het basisonderwijs die hebben er baat bij als een docent uit het voortgezet onderwijs bij hen voor de klas staat. Die neemt natuurlijk zijn vakinhoudelijke kennis mee, maar die weet ook precies hoe het werkt in het voortgezet onderwijs. Dus dan kan hij zich alvast voorbereiden op die manier ga je les krijgen. Ik denk dat het voor een docent in het voortgezet onderwijs echt interessant is om in het basisonderwijs les te gaan geven. Omdat je daar vanuit een heel erg sterk didactisch kader gaat werken. Je hebt ook een andere band met leerlingen omdat je ze de hele dag les geeft. Maar ik denk dat het vooral je horizon ontzettend kan verbreden, maar ook je didactische kwaliteiten kan verdiepen. Wat mijn werk nu vooral heel leuk maakt is dat we het echt met een team doen. Ik vind het heel fijn dat we vaak even met elkaar, met collega's kunnen overleggen. We staan er hetzelfde in en we staan echt om de kinderen heen eigenlijk. We begeleiden ze heel veel. Ik zie de kinderen ontzettend veel. Ik heb ook echt het idee dat je wat kan bijdragen. Dat vind ik fijn.